Delta werken, kennen wij allemaal van vroeger. Grote bouwwerken, super interessant en indrukwekkend. Maar dat hebben we nu. Nu ligt de volgende opgave in onze steden. Wat doen we tegen hoogwater? Wat doen we tegen plensbuien? Wat doen we tegen verdroging? Wat doen we tegen hitsers? Dat moet allemaal in die stad gaan gebeuren. Die kennis moeten we met elkaar gaan uitwisselen. En daar gaat de City Deal over. Hoe je leeft met water, daar kunnen een heleboel plekken over de hele wereld van leren. En ik ben watergezant, ambassadeur voor Nederland in het buitenland als het gaat over water. En water is een enorm groot probleem over de hele wereld. Dus we hebben inspiratie nodig, goede voorbeelden. En Zwolle zou zo'n voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Waarin een lange termijn opgave altijd verbonden is met korte termijn projecten. Waarin projecten en realisatie niet publiek zijn, maar publiek en privaat. En in transparantie gebeuren, zodat we accountable zijn. En dan wordt de City Deal Klimaatadaptatie ondertekend door vertegenwoordigers van publieke en private partijen uit 5 steden. En daarin hopen wij te laten zien hoe samenwerking iets heel moois tot stand kan brengen. Want we hebben net het tekenmoment achter de rug voor de City Deal Klimaatadaptatie. En je merkt gewoon dat een heleboel gemeenten en ook bedrijven heel veel zin in hebben. En dat is iets wat mij bijblijft. Dus ik weet dat het een lang proces is geweest om uiteindelijk hier te komen. En nu zitten we hier, hebben we de deal gesloten. En nu wordt het spannend, nu gaan we aan de slag. Maar ik ben heel blij dat we bij elkaar zijn gekomen. Even heel kort in de notendop, die City Deal. Die gaat over een aantal gemeenten, waterschappen, het Rijk, maar ook private partijen, consortia, die samen de handen ineens slaan. Omdat zij vinden dat klimaatadaptatie echt vraagt om innovatie en kennis en elkaar uitdagen van elkaar leren. Nou, dat is typisch ook van toepassing op van die opgaves die hier de hele dag centraal staan. En waarin het eigenlijk volgens mij niet de kunst is om allemaal nieuwe oplossingen te gaan verzinnen. Tenminste, ik denk dat we er nog wel wat in de la hebben liggen bij Heijmans. Maar dat het veel meer erom gaat om te ontdekken waarom het nou niet ervan komt om ze toe te passen op de juiste momenten. Dus laten we niet allemaal proberen het wiel uit te vinden, maar ook zo efficiënt mogelijk te leren en te delen. Door samenwerking tussen gemeente en waterschap en de particuliere partners moeten we deze opgave doen. En dat is een stevige opgave. Het gaat niet alleen om de inhoudelijke kennis, het gaat ook om het nadenken over hoe je van de wateropgave, het waterveiligheidsvraagstuk, een ontwikkelopgave maakt die kansen oplevert voor de stad. Wereldwateroplossingen, vraagstukken die er zijn, die zullen nooit door de overheid alleen opgelost worden. Die zullen niet opgelost worden door de private sector alleen. Je hebt telkens slimme oplossingen nodig die verschillende partijen kunnen inbrengen. Dat is wat MWP doet en wat we ook hier willen inbrengen. Het mooie is dat deze aantal steden, waaronder Zwolle waar we nu zijn, het lef hebben om een nek uit te steken. Het maatschappelijk van belang vinden en willen gaan leren, oefenen en experimenteren. Dus in dat opzicht zijn wij een mede-ondertekenaar van deze deal. Er is heel veel geld, want de ruimtelijke inrichting doen we. Alleen de vraag is even, zijn we dat klimaatbewust aan het doen? De oorsprong van het bestuur in Nederland ligt bij de waterproblematiek. We moeten met elkaar een dijk bouwen, dat moeten we samen doen. Kunnen we niet alleen. En zo zijn de waterschappen de eerste bestuurslaag in Nederland, die zijn zo ontstaan. Nou ja, en dat merk je nu weer, dat het water ons weer allemaal verbindt. De opgave is groot. De opgave is zelfs globaal, wereldwijd groot. En Nederland moet weer vooraan staan om hier goed in te zijn.